alle gemakken voorzien hier. Ja, het is grappig, je bent er heel snel aan. Het is gewoon ja, alsof je hier in de badkamer bent. Alleen dan in de keuken. Nou, we zijn hier bij een verlaten Chinees restaurant en tussen alle wokpannen en bami-schotels woont Richard. De kaart hangt er nog met alle gerechten. Ik weet niet of die nog geserveerd worden. Hey. Goeiedag. Hey. Jij woont hier? Ik woon hier, ja. Jazeker. In een verlaten Chinees restaurant? Zeker, oud Chinees restaurant Rozentuin. Waarom woon je hier? Het is anti-kraak. Mogen we het zien? Zeker, jij komt binnen. Het ruikt hier ook wel naar verlaten gebouwen. Jazeker. En nu je in een Chinees restaurant woont, begin je dan ook Chinees te praten en dat soort dingen ook? Nee, dat niet. Nee. Nee. En eet je vaak Chinees? Nee, eigenlijk ook niet zo. Oh. Nee. Ik denk dat de geur hier dat een beetje tegenhoudt. En hier is onze grote ruimte, onze studio. / repetitieruimte. Ja, en hier stond, hier zie je nog, hier stonden grote bakken met konden mensen konden gewoon lekker afhalen. En dit gebruik je nu om muziek te maken, want je bent muzikant? Ja, ik ben muzikant en we hebben een bedrijfje, Call of Monkeys. Daar organiseren we evenementen mee en we hebben een studio. Dus ja, we doen allemaal gewoon leuke dingen voor en door muzikanten. Repeteren, want niemand heeft er last van. Nee, dat klopt. Het is, we hebben een paar buren, maar die wonen niet hier direct naast. Nee. En eigenlijk hebben ze er niet zoveel last van, dus, of eigenlijk helemaal niks. Er zijn ook mensen die denken, waarom zou je ooit vrijwillig in een restaurant gaan wonen? Kijk wat een ruimte, joh. Dit is toch, ik vind het echt een paleisje. Dan wil je nooit meer weg? Ooit wel, maar voor nu is het nog echt perfect. Hey, en de badkamer? De badkamer zit in de keuken. Dat is onze douche. Dit is de douche. Voor alle gemakken voorzien hier. Nou, dat moet niet gekker worden hoor. In de keuken. In de keuken. Het is grappig, je bent er heel snel aan. Het is gewoon alsof je hier in de badkamer bent. Alleen dan in de keuken. Dit is de plek, hier was ook restaurant, hier zaten mensen gewoon. En nu gebruiken we het als een soort van halve woonkamer, hier houden we kantoor. Dus hier heb je meetings, dat soort dingen? Ja, vergaderingen of als je gewoon lekker aan het werk bent. Dit is zeg maar het oude gedeelte van vroeger waar ook de Chinese familie zeg maar woonde. Oh. Dit is... Mijn plekje waar ik eigenlijk alleen maar slaap. Ik heb niet echt super opgeruimd, maar dit is mijn... Dit is jouw slaapkamer? Slaap ik, ja. Maar dat is het voor alle gemakken voorzien. Dat is gewoon... Oh ja. Oh joh. Nou, kan ik nog in bad? Maar dit was dus eerst de douche. Ja. Alleen, je kunt hier niet echt staan. Nou, je bent natuurlijk geen Chinees restaurant als er geen... Luik is, en die is uiteraard er ook. Hallo. Goeiedag. En een normaal huis, is dat niks voor je? Ja, uiteindelijk wel, maar voor nu zit ik echt hier perfect, joh. Gaat hij niet meer weg? Ja, zeker wel. Uiteindelijk moeten we hier weg. Ja. En wanneer, geen idee, maar dan moeten we hier binnen een maand weg zijn. Ja. En dat is, dat hoort erbij, hè, als je aan de kraak woont. Dat is ook zo. Nou, fijn weekend. Yes. Nou, dat was weer een knap staaltje journalistiek, al zeg ik het zelf. Maar heb jij nou nieuws waar wij een video over moeten maken? Omdat je bijvoorbeeld ruzie hebt met je buurman, of je doet mee aan het WK triangel spelen, of misschien is je kat zelfs al ontploft. Tip dan de redactie hier beneden via de link in de beschrijving.